Goedenavond, ik ben Desiree Stokkel. Het is 29 januari 2015. Meester Reinier van Zutphen is voorgedragen als de nieuwe nationale ombudsman. Als dat monster nationale ombudsman van Nederland wordt, wordt de elite supermachtig en krijgen we nog meer lobbyrechtspraak in Nederland. Reinier van Zutphen is een van de meest gevaarlijke, gluiperige, gladde, ritselende rechters die wij hebben in Nederland. Wat het parlement niet uitlegt aan het volk is dat hij al heel lang weet, al vanaf 2006, dat de Hoge Raad individuen rechtenloos maakt door dossiers weg te gooien. Hij weet dat ik tegen Nederland een rechtszaak ben gestart binnen het internationaal strafhof, omdat ik daartoe gedwongen ben door het parlement Balkenende en Co. En die hele situatie wordt draaiende gehouden door Rutte en Co. En dat niet alleen, die hele gewelddadige lobby, waarin de elite bepaalt welke burgers in Nederland rechtenloos moeten zijn en wie er stiekem mogen worden gefolterd en vermoord, is uitgebreid naar Eurojust. En afgelopen jaren is ook Europol, naast Interpol, naast Eurojust, gegroeid in macht en in corruptie. Als je wilt weten waarom we in Nederland zo'n onvoorstelbaar, nutteloos veiligheidsplatform hebben, de Hague Security Delta, dan moet je dat even vragen aan meester Reinier van Zutphen. Want ook via het Montesquieu Instituut heeft hij heel veel gelobbyd, en dat doet hij nog steeds, internationaal, over hoe het recht moet worden toegepast voor de elite. Dus tegen de lagere sociale klasse. Nou, er is absoluut niemand die mij wijs kan maken dat als dat monster straks het arbeidscontract nationale ombudsman heeft, hij plotseling een lievertje is die handelt ten gunste van het lagere volk. Want de meeste mensen die bij de ombudsman aankomen zijn mensen uit de lagere klasse die in conflict zijn met de overheid. Dit monster bouwt de conflicten met de overheid. Ten gunste van de elite, ten nadele van de lagere klasse. En hij zou dan straks op zijn arbeidscontract plotseling de held van de lagere klasse moeten worden? Nou, ik geloof het niet. Echt, ik geloof het niet. Ik weet absoluut zeker dat we meer lobbyrechtspraak krijgen. Want die lobby zoals ik die uitleg via Eurojust binnen de EU, het internationaal strafhof, internationaal gerechtshof, koninklijke familie en dergelijke, wordt alleen maar gewelddadiger. De elite van Nederland voelt zich zo sterk en zo oppermachtig dat ze al steeds meer in het openbaar beginnen te bewijzen wat ik al jarenlang uitleg. En natuurlijk bewijs. Niemand wil juridisch bewijs lezen in Nederland. Maar het is hoog tijd dat dat wel gebeurt. Want de hele Nederlandse economie verdwijnt. Faillissementen zullen toenemen. We zullen steeds meer oude hoerrechters krijgen op tv. Ik word nu al misselijk als ik dat zootje zie, maar het wordt nog veel erger. He, al die rechters die het zogenaamd zo moeilijk hebben en zo zorgvuldig handelen en moeilijke keuzes moeten maken en het goed met de samenleving voor hebben. Nou mensen, het is allemaal flauwekul. We hebben alleen maar lobbyrechtspraak en dat wordt met nationale ombudsman Reinier van Zutphen vele malen erger. Dag.